ze hebben mij gevraagd om meter te worden van de 1000 kilometer tegen kanker. En ik moest meteen denken aan een van onze luisteraars die ik vorig jaar heb leren kennen, Sam. Een jong gastje van 15 jaar met kanker, die daardoor niet naar Pukkelpop kon gaan. Zijn grote idolen Macklemore en Ryan Lewis niet kon zien. En wij hebben er toen met Studio Brussel voor gezorgd dat Macklemore en Ryan Lewis een boodschap voor hem hebben opgenomen. We zijn die naar hem gaan brengen. En dat heeft mij toen enorm getroffen. Ik was daarvoor nog nooit eerder echt in contact gekomen met kanker. Die jongen is een kleine maand of 2 maanden daarna overleden. Maar ik denk nog super vaak aan hem. Dus eigenlijk zijn verhaal heeft mij ertoe gebracht om nu meter te worden van deze actie. Ik vind het een bangelijk concept. Het is een uitdaging die je jezelf en in groep kunt stellen. Het is ook, vind ik, een geweldig statement dat gemaakt wordt door zoveel mensen om dan samen in groep die een tocht af te leggen. Ik denk ook echt dat de mensen die elke dag geconfronteerd worden met kanker, dat die daar ook wel moed uithalen of zich daardoor gesteund voelen. En als dat kan, dan is dat iets prachtig. Dus top. Ik ben vooral een loper. Ik had wel al een fiets. Ik had de uitrusting, maar het is er nog nooit echt van gekomen. En nu zal het wel moeten, hè. Ik voel het al aan mijn gat. Ik hoop dat als andere mensen zien dat iemand met zo belachelijk weinig ervaring op fietsvlak meedoet aan de 1000 kilometer, dat dat zeker kan. En dat mensen misschien daardoor met even weinig ervaring, maar wel heel veel goesting, dus daardoor zin krijgen om mee te fietsen binnenkort. En dan fietsen we samen in kolommen.